Zesde hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Zesde hoofdstuk. De ontdekking. Mr. Shelby en zijn vrouw konden, na het langgerekte gesprek van de vorige avond, niet spoedig tot rust komen. En het gevolg daarvan was, dat zij de volgende morgen wat langer dan gewoonlijk bleven slapen. Het verwondert mij waarom Eliza niet komt, zeide mevrouw Shelby, nadat zij verscheidene malen vruchteloos aan hare schel had getrokken. Shelby stond voor zijn spiegel, bezig met zijn scheermes aan te zetten. En juist toen werd de deur geopend en kwam een zwarte jongen binnen om zijn meester heet water te brengen. Andy, zeide zijn meesteres, ga eens naar Eliza's deur en zeg haar dat ik al driemaal om haar gescheld heb. Arme ziel, voegde zij er bij zichzelf zuchtend bij. Andy kwam spoedig terug, met grote ogen van verbazing. O, mevrouw, Lizzie's laden staan alle open en al haar goed ligt overal in het rond. En ik geloof dat zij de deur uit is. Op hetzelfde ogenblik begrepen Shelby en zijn vrouw beide de waarheid. Dan heeft zij het vermoed en is weggelopen, riep hij uit. Dat geloof ik ook. God zij gedankt, zeide mevrouw Shelby. Vrouw, gij spreekt als eene zottin. Het zal er inderdaad lelijk voor mij uitzien als zij het gedaan heeft. Haley zag dat ik er tegen had om dat kind te verkopen en zal nu denken dat ik oogluikend heb toegelaten hem uit de weg te helpen. Dat raakt mijn eer. En daarmee snelde hij de kamer uit. Omtrent een kwartier lang hoorde men heen en weer lopen en een menigte van uitroepingen, afgewisseld met het openen en toeslaan van deuren, en zag men gezichten van allerlei tinten van kleur hier en daar tevoorschijn komen. Eén persoon echter, de enige die enig licht over de zaak had kunnen verspreiden, hield zich geheel stil. Tante Chloe namelijk, de eerste keukenmeid, wier eens zo vrolijk gezicht donker betrokken was, bleef zwijgend aan het gereedmaken der ontbijtbeschuiten, als zag of hoorde zij niets van het gewoel om zich heen. Zeer spoedig zaten een half dozijn kleine zwarte jongens en meisjes als zoveel kraaien op het hek der veranda. Alle verlangden de eerste te zijn om de vreemde meester zijn ongeluk aan te kondigen. Hij zal razend worden, dat geloof ik vast, zeide Andy. Of hij ook vloeken zal, zeide de kleine Jake. Ja, want hij vloekt erg, liet een meisje Mandy geheten hierop volgen. Ik heb het hem gisteren aan tafel horen doen. Ik heb er toen alles van gehoord, omdat ik in de kast was gekropen, waar mevrouw de grote kruiken bewaart. En ik hoorde ieder woord. En Mandy, die nog nooit in haar leven over een woord dat zij hoorde had nagedacht, nam nu een voorkomen van bijzonder gewicht aan. En zeide niet dat zij, hoewel zij werkelijk op de genoemde tijd tussen de kruiken had gelegen, al die tijd vast had geslapen. Toen Haley eindelijk gelaarst en gespoord aankwam, werd hij van alle kanten met de slechte tijding begroet. De kleine kwelgeesten op het hek werden niet teleurgesteld in de hoop van hem te horen vloeken. Hij deed dit met een vlugheid en kracht die hen allen verbazend vermaakte, terwijl zij herwaarts en derwaarts stoven,
om buiten bereik van zijne karwats te komen. Eindelijk liepen zij allen een eind weg, rolden over het verdorde gras en gilden, met de hielen in de lucht schoppende, hunne pret uit. Als ik die kleine duivels maar had, prevelde Haley tussen zijn tanden. Maar gij hebt ze nog niet, zeide Andy zegevierend, toen hij buiten gehoor was, en trok een gehele reeks van onbeschrijfelijke gezichten achter de rug van de ongelukkige handelaar. Zeg eens, Shelby, dat is een vreemd geval hier, zeide Haley, toen hij vrijpostig de voorkamer binnentrad. Het schijnt dat die meid weggelopen is met haar jong. Meneer Haley, mevrouw Shelby is hier, zeide Shelby. Verschoning, mevrouw, hervatte Haley, even buigende, maar nog met een donker gezicht. Maar ik zeg nog eens, gelijk ik zeide, dat is een vreemd gerucht hier. Is het waar, meneer? Meneer, antwoordde de Shelby, als gij mij verlangt te spreken, moet gij enigszins de manieren van een gentleman in acht nemen. Andy, ontlas meneer Haley van zijn hoed en karwats. Ga zitten, meneer. Ja, meneer. Het spijt me te moeten zeggen dat die jonge vrouw iets van de zaak moet afgeluisterd of op een andere manier vernomen hebben en daardoor opgewonden in de nacht met haar kind is weggelopen. Ik had een eerlijke manier van handelen verwacht. Dat moet ik bekennen, zeide Haley. Meneer, antwoordde de Shelby, zich driftig naar hem omkerende, wat moet ik uit dat gezegde verstaan? Als iemand mijn eer in twijfel trekt, heb ik maar één antwoord voor hem. De handelaar scheen hierdoor uit het veld geslagen en zeide op een wat lagere toon dat het toch verduiveld hard voor iemand was, als hij een goede koop gedaan had, dan zo gefopt te worden. Meneer Haley, antwoordde Shelby hierop, als ik niet dacht dat gij enige reden tot verdrietelijkheid had, zou ik zulk een ruw en vrijpostig binnenkomen in mijn kamer niet van u verdragen hebben. Ik zeg u echter, dewijl uw houding reden daartoe geeft, dat ik mij geen gezegden zal laten welgevallen, alsof het denkbaar was dat ik mij met enige oneerlijkheid in dit geval had ingelaten. Bovendien zal ik mij verplicht achten om u, wat het gebruik van paarden, bedienden enzovoort betreft, alle hulp te verlenen om uw eigendom terug te bekomen. Dus kortom, Haley, vervolgde hij, eensklaps van zijn koel, deftige toon tot zijn gewone rondborstige vriendelijkheid overgaande, het beste wat gij doen kunt, is in een goed humeur te blijven en hier te ontbijten. Dan zullen wij daarna zien wat er te doen is. Mevrouw Shelby stond nu op en zeide dat haar bezigheden haar verhinderden die morgen bij het ontbijt te blijven. En nadat zij een zeer welgemanierde mutalin had belast de heren van koffie te bedienen, verliet zij de kamer. De oude vrouw schijnt niet machtig op uw onderdanige dienaar gesteld, zeide Haley, met een gedwongen poging om zeer familiaar te zijn. Ik ben niet gewoon op zulk een vrije toon van mijn vrouw te horen spreken, antwoordde Shelby droogjes. Verschoning, natuurlijk maar een aardigheid, weet ge, zeide Haley, gemaakt lachende. Sommige aardigheden zijn minder aangenaam dan andere, zeide Shelby hierop. Duivels licht geraakt, nu ik die papieren getekend heb, mompelde Haley. Vervloekt, groots geworden sedert gisteren. Nooit maakte de val van een eerste minister meer algemene indruk aan een hof dan het gerucht van het lot dat Tom te wachten stond op het landgoed. Iedereen had er overal de mond vol van, en in het huis en op het veld deed men niets anders
dan over de waarschijnlijke gevolgen van dat voorval spreken. Eliza's vlucht, een voorbeeldloze gebeurtenis op het goed, bracht er ook niet weinig toe bij om de algemene spanning te vergroten. Zwarte Sam, gelijk hij gewoonlijk genoemd werd, omdat hij een zweempje zwarter was dan iemand anders op de plaats, overwoog de zaak in al haar omstandigheden en gevolgen met een scherpzinnigheid en een stipte aandacht voor zijn eigen belang, die een blank patriot te Washington tot eer zouden zijn geweest. Het is een slechte wind, die nergens heen waait. Zo is het, zeide hij spreukmatig, en trok zijn broek op, om voor een afwezige bretelknoop een lange spijker in de plaats te steken. Een vinding waarmede hij zeer in zijn schik scheen te zijn. Ja, het is een slechte wind, die nergens heen waait, herhaalde hij. Daar is nu Tom, naar omlaag. Natuurlijk geeft dat ruimte voor een andere neger om omhoog te komen. En waarom deze neger niet? Dat is de vraag. Tom het land doorrijden met gepoetste laarzen, pas in zijn zak. Waarom Sam nu niet? Dat zou ik willen weten. Hallo Sam, oh Sam, meester zegt dat ge Bill en Jerry moet vangen, riep Andy, Sams alleenspraak afbrekende. Ho, wat is er nu te doen, jongen? Oh, gij zult nog niet weten dat Lizzie met haar jongen is weggelopen. Loop uw grootmoeder een lesje geven, antwoordde Sam met diepe minachting. Dat heb ik veel eer geweten dan gij. Deze neger is zo dom niet. Welnu, meester wil Bill en Jerry dadelijk opgetoomd hebben. En gij en ik moeten met meneer Haley mee om haar te zoeken. Zo, goed, zo laat is het nu, zeide Sam. Het is nu Sam die geroepen wordt. Hij is nu de neger. Zie maar of ik haar niet vang. Meester zal zien wat Sam doen kan. Ja, maar Sam, zeide Andy, daar moogt ge u nog wel eens op bedenken, want mevrouw wil niet hebben dat zij gevangen wordt, en zij zal het u betaald zetten. Ho, zeide Sam met wijdstarende ogen, hoe weet ge dat? Dat heb ik haar vanmorgen zelf horen zeggen, toen ik meester Scheerwater bracht. Zij liet mij gaan zien waarom Lizzie haar niet kwam kleden. En toen ik haar kwam zeggen dat deze weg was, stond zij op en zeide, God zij gedankt. En meester geleek half dol te worden en zei, vrouw, gij spreekt als een zottin, maar zij zal hem wel ompraten. Ik weet wel hoe dat gaat. Het is altijd best het met mevrouw te houden, dat zeg ik u. Zwarte Sam krabde zijn kroeskop, die, als hij geen zeer diepe wijsheid bevatte, toch genoeg van die bijzondere soort inhield, welke onder staatskundigen van alle kleuren en landen zeer in trek is, en gemeenlijk genoemd wordt te weten aan welke kant het brood geboterd is. Sam dacht dus ernstig na en trok daarbij zijn broek nog eens op. Zijn gewone manier om zich in diepzinnige overpeinzingen te helpen. Men kan toch nooit iets zeggen, nooit van iets op deze wereld, zeide hij eindelijk. Hij legde zulke nadruk op het woord deze, alsof hij in verschillende werelden ondervinding had opgedaan. En zo, na rijpe raad, tot zijn besluit gekomen was. Ik zou zeker gedacht hebben dat mevrouw de gehele wereld door naar Lizzie zou laten zoeken, voegde hij er vervolgens bij. Dat zou ze ook, zeide Andy hierop, maar kunt gij niet door een ladder heen zien, gij zwarte neger?
Mevrouw wil niet dat die meneer Haley Lizzy's jongen krijgt. Dat is het. O, zeide Sam, met die onbeschrijfelijke uitdrukking in de toon, welke alleen zij zich kunnen voorstellen, die deze uitroep van negers gehoord hebben. En ik zal u nog meer zeggen, vervolgde Andy. Ik geloof dat ge best zou doen naar de paarden te gaan zoeken, en wat gauw ook, want ik heb mevrouw naar u horen vragen. Gij hebt al lang genoeg staan talmen. Sam maakte nu ernst van de zaak en kwam weldra in zegepraal naar huis met Bill en Jerry in volle galop, zich behendig afwerpende terwijl de paarden nog in volle ren waren, liet hij ze als een wervelwind voorbij de paal stuiven die daar geplaatst was om paarden aan te binden. Haley's paard, een schichtig jong veulen, sprong opzijde en trok hard aan zijn halster. Haha, schichtig, zijt gij dat, zeide Sam, en een zonderlinge glans van boosaardig spottend vermaak verlichtte zijn zwart gezicht. O, ik zal u wel mak maken. Een grote beukenboom overschaduwde de plek, en de scherpe, driehoekige beukennootjes lagen in menigte op de grond. Met een van deze tussen zijn vingers naderde Sam het veulen, om het te strelen en schijnbaar tot bedaren te brengen. Veinzende de zadel te willen rechtleggen, stak hij het scherp beukennootje behendig daaronder, zodanig dat het minste gewicht op den zadel het gevoelige dier onverdraaglijk moest prikken, zonder eene zichtbare wonde of schram te veroorzaken. Daar, zeide Sam, en liet met een grijns van genoegen zijn ogen rollen. Nu heb ik hem klaar. Op dit ogenblik verscheen mevrouw Shelby op het balkon en wenkte hem. Sam naderde met zulk een goed voornemen om zijn hof te maken, als ooit enige sollicitant naar een ledige plaats te Londen of Washington. Waarom hebt ge zo getalmd, Sam? Ik heb Andy laten zeggen dat gij u haasten moest. God zegen u, mevrouw, antwoordde Sam. De paarden wilden zich zo gauw niet laten vangen. Ze waren heel naar de zuidweide gelopen, en de Heer weet waar. Sam, hoe dikwijls moet ik u zeggen, om niet zo lichtzinnig zulke uitdrukkingen te gebruiken, als God zegene u, en de Heere weet, en dergelijke. Dat is goddeloos. O, God zegene me, mevrouw. Ik vergat het. Ik zal nooit zoiets meer zeggen. Wel, Sam, daar hebt ge het alweer gedaan. Heb ik? O, Heere, ik wil zeggen, ik wilde het niet eens doen. Gij moet attent wezen, Sam. Laat mij maar even op adem komen, mevrouw. Dan zal ik wel beter oppassen. Ik zal heel attent zijn. Nu, Sam, gij moet met meneer Haley meerijden om hem de weg te wijzen en hem te helpen. Maar pas op de paarden, Sam. Gij weet wel dat Jerry verleden week wat kreupel ging. Laat hem niet te hard lopen. Mevrouw Shelby zeide deze laatste woorden zacht, maar met bijzondere nadruk. Laat dit kind daarvoor maar zorgen, antwoordde Sam, en liet zijn ogen rollen op een manier die genoeg zeide. De Heere weet. Dat meende ik daar niet, riep hij uit, naar adem snakkende, met een koddige beweging van schrik, die zijn meesteres tegen wil en dank deed lachen. Ja, mevrouw, ik zal wel op de paarden passen. Nu, Andy, zeide Sam, naar de beukenboom terugkerende, het zou mij volstrekt niet verwonderen dat het paard van die heer schopte of steigerde als hij wil opstijgen. Ge weet wel, Andy, die dieren doen dat somtijds. En daarmee gaf hij Andy
een veelbetekenende ribbestoot. Ho, zeide Andy met een ogenblikkelijk begrip. Ja, ziet ge, Andy, mevrouw wil tijd winnen. Dat kan de domste wel zien. Ik zal wel eens een beetje voor haar winnen. Ge weet wel, Andy, als die paarden eens dol rondliepen, om het huis heen en naar het bos, dan geloof ik niet dat die meneer zo gauw onderweg zou zijn. Andy grinnikte. Ge ziet wel, Andy, ge ziet wel. Als het gebeuren mocht dat meneer Haley's paard balorig mocht worden en ging steigeren, zou gij en ik de onze moeten loslaten om hem te helpen. En wij zouden hem helpen, zekerlijk. Sam en Andy staken de hoofden bijeen en lachten zacht, maar allersmakelijkst, terwijl zij van pret op de grond trappelden. Op dit ogenblik kwam Haley onder de veranda, enigszins verzacht door enige koppen zeer goede koffie, kwam hij lachende en pratende naar buiten en scheen weder in een tamelijk goed humeur te zijn. Sam en Andy tasten naar zekere bossen palmbladeren, die zij gewoon waren voor hoeden te houden, en schoten toe om meneer te helpen. Sams zogenaamde hoed was zodanig versleten dat de rand geheel was losgeraakt en de stroken palmblad, waarvan hij eens gevlochten was geweest, als een krans van pluimen naar alle kanten opstaken. Van Andy's hoed was de gehele rand af, maar hij duwde toch met een handige stomp de bol op zijn hoofd, met een gezicht alsof hij vragen wilde, wie zegt dat ik geen hoed op heb? Kom dan, jongens, zeide Haley, nu wat vlug, wij moeten geen tijd verliezen. Geen korreltje ervan, meneer, antwoordde Sam, gaf Haley de teugels in de hand en hield zijn stijgbeugel voor hem, terwijl Andy de andere paarden losmaakte. Op het ogenblik, toen Haley zich in de zadel zette, deed zijn paard zulk een onverwachte en geweldige sprong, dat het zijn ruiter enige voeten ver op het zachte, droge gras neersmeet. Sam deed met een dolle uitroep van schrik een greep naar de teugels, maar deed eigenlijk niets anders dan met zijn bovengemeld hoofdsieraad van palmbladeren het paard langs de ogen schrapen, hetgeen geenszins bevorderlijk was om het dier te bedaren. Het deed nog een sprong, die Sam omver smeet, brieste een paar malen met toornige minachtingen, rende toen heen, gevolgd door Bill en Jerry, die Andy volgens afspraak op dit ogenblik losliet en enige jammerkreten achterna zond. Daarop volgde een toneel van koddige verwarring. Sam en Andy schreeuwden, honden blaften hier en daar, en een hele troep zwarte en bruine jongens en meisjes klapte in de handen en gilden en joelden, met luidruchtige dienstvaardigheid en onvermoeibare ijver. Haley's paard, dat vlug en vurig was, scheen weldra smaak in het gevoel te krijgen, en daar het tot renbaan een uitgestrekt grasperk had, dat naar alle zijden naar een bosrand afhelde, scheen het vermaak te hebben om te beproeven hoe nabij het zijn vervolgers kon laten komen, om, als zij nog maar een handbreed van hem af waren, met een gehinnik en een zijsprong weder voor te stuiven en een laan van het bossage in te rennen. Niets was verder uit Sams gedachten verwijderd dan om een der paarden te laten opvangen, voordat hij dit goed vond. En heldhaftig waren de inspanningen die hij daartoe van zich vergde. Gelijk het zwaard van Richard Leeuwenhart altijd in het dichtste van de strijd flikkerde, zo zag men ook de pluim van palmbladeren van Sam overal, waar het minste gevaar was dat een paard zou gevangen worden. Daarheen
kwam hij dan in volle vaart aanlopen, schreeuwende, nu erop aan, pak hem, op een manier die allen in een ogenblik uit elkander deed stuiven. Haley liep vloekend en stampvoetende op en neer. Shelby poogde zich van het balkon vruchteloos te doen horen om bevelen te geven, en mevrouw Shelby zat voor het venster haar kamer beurtelings te lachen en zich te verwonderen, niet zonder enig vermoeden wat de grond van de verwarring was. Eindelijk, tegen 12 uren, kwam Sam zegepralend aan, op Jerry gezeten en met het paard van Haley aan de teugel, dampende van zweet, maar nog met flikkerende ogen en opgespalte neusgaten, die aankondigden dat zijn wildheid nog niet geheel bedaard was. Hij is gevangen, riep Sam zegevierend. Als ik er niet geweest was, hadden zij zich allen te barsten kunnen lopen. Maar ik heb hem gevangen. Gij, bromde Haley, in geen zachtzinnige luim. Als gij er niet geweest waart, zou het nooit gebeurd zijn. God zegen ons, meneer, antwoordde Sam op een toon van diepe spijt. En ik heb gelopen en gedraafd, dat het zweet van mij neerdruipt. Zo, hervatte Haley, gij hebt mij 3 uren doen verliezen met uw vervloekte gekheid. Laten we nu voortmaken, zonder meer zotternij. Wel, meneer, zeide Sam, zeer nederig, ik geloof dat gij ons allen om hals wilt helpen, paarden en al. Meneer zal er nu toch niet aan denken om voor den eten af te rijden. Meneers paard moet afgevreven worden. Zie maar hoe het zich bespat heeft. En Jerry loopt ook kreupel. Ik geloof nooit dat mevrouw van ons zal vergen om zo heen te rijden. Wij zullen de meid toch wel vangen, al wachten wij wat. Lizzy is nooit een grote loopster geweest. Mevrouw Shelby, die met groot genoegen dit gesprek beluisterd had, besloot nu insgelijks haar rol te spelen. Ze kwam naar buiten, gaf met beleefdheid haar leedwezen over Haley's ongeluk te kennen en drong hem om ter maaltijd te blijven, zeggende dat de keukenmeid alle mogelijke haast zou maken. Alles overlegd hebbende, ging Haley, hoewel niet zeer goed schiks, naar de voorkamer, terwijl Sam hem een onuitsprekelijke betekenis in zijn rollende ogen nakeek, en vervolgens zeer stil de paarden naar de stalwerf bracht. Hebt gij hem gezien? Zeide Sam, toen zij veilig achter de schuur gekomen waren en de paarden hadden vastgebonden. O, was het niet zo plezierig als palmzingen om hem daar te zien rondspringen en op ons vloeken? Hebt gij hem niet gehoord? Vloek maar, oude knaap, zeide ik bij mijzelf. Wilt gij uw paard nu terstond hebben of wachten tot ik het gevangen heb? O, mij dunkt, ik zie hem nog zo. Het gesprek werd gestaakt, totdat beide op hun gemak hadden uitgelachen. Gij had eens moeten zien hoe dol hij keek toen ik met het paard aankwam, hervatte Sam. Hij had mij wel willen doodslaan als hij gedurfd had. En daar stond ik zo onschuldig en zo nederig. O, ik zag het wel, zeide Andy. Zijt gij niet een oude snaak, Sam? Dat denk ik wel haast, was het antwoord. Hebt ge mevrouw boven voor het venster zien staan? Ik heb haar zien lachen. Ik liep zo hard dat ik niemendal zag, zeide Andy. Wel, ziet ge, hervatte Sam, terwijl hij het paard van Haley ging poetsen, ik heb gekregen wat men de gewoonte van bobservatie noemt. En dat is een heel voordelige gewoonte, Andy.
en ik raad u om ze aan te leren, nu gij nog zo jong zijt. Til de achterpoot eens op, Andy. Ziet ge wel, Andy, het is de bobservatie die al het verschil maakt tussen de ene neger en de andere. Zag ik niet wat mevrouw hebben wilde, al zeiden ze het niet. Dat is bobservatie, Andy. Het is een talent, zoals men dat noemt. En alle mensen hebben verschillende talenten, maar aanwennen kan veel doen. Ik geloof, als ik uw bobservatie van morgen niet geholpen had, zoudt ge niet zoveel gezien hebben, zeide Andy. Andy, zeide Sam hierop, gij zijt een veelbelovende jongen. Daar is niet aan te twijfelen. Ik houd veel van u en schaam mij geheel niet om een idee van u over te nemen. Wij moeten op niemand laag neerzien, Andy, omdat de knapste van ons wel eens struikelen kan. En dus, Andy, laten wij nu in huis gaan. Mevrouw zal ons zeker deze keer eens buitengewoon goed laten onthalen. Einde van hoofdstuk 6. Zevende hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Zevende hoofdstuk: Moederangst en moederkracht. Het is onmogelijk zich een menselijk wezen voor te stellen meer hulpeloos en verlaten dan Eliza toen zij de hut van oom Tom verliet. Het lijden en gevaar van haar echtgenoot en de nood van haar kind vermengde zich in haar gedachten met een verbijsterend, bedwelmend gevoel van hetgeen zij zelve waagde. Door het enige tehuis te verlaten dat zij ooit gekend had en zich te onttrekken aan de bescherming eener vriendin die zij lief had en eerbiedigde. Daarbij kwam het scheiden van alles waaraan zij gewoon was, van de plaats waar zij was opgegroeid, de bomen waaronder zij gespeeld had, de bossages waar zij in gelukkiger tijd menige avond aan de zijde van haar jeugdige echtgenoot had gewandeld. Alles wat daar in het heldere sterrenlicht voor haar lag, scheen haar verwijten toe te spreken en haar te vragen waarheen zij gaan kon van een tehuis gelijk dit. Doch sterker dan alles was de moederliefde, door een vreselijk dreigend gevaar tot ene aan het waanzinnige grenzende overspanning gedreven. Haar knaapje was oud genoeg om naast haar te lopen, en in een gewoon geval zou zij het slechts bij de hand hebben geleid. Maar nu deed de gedachte alleen om hem uit hare armen te laten haar huiveren, en drukte zij hem, terwijl zij snel voortstapte, met stuipachtige kracht aan hare borst. De bevroren grond kraakte onder hare voeten, en zij beefde bij dat geluid. Elk trillend blaadje, elke wuivende schaduw dreef het bloed naar haar hart terug en versnelde haar schreden. Zij verbaasde zichzelf over de kracht die haar scheen gegeven te worden, want het gewicht van haar kind was voor haar gevoel slechts een veertje, en elke vlaag van angst scheen de bovennatuurlijke macht te versterken, die haar als het ware droeg, terwijl aan hare bleke lippen telkens een uitroep ontsnapte, die een gebed was tot de vriend daarboven: Heere, help mij! Heere, behoud mij! Indien het uw Harry was, moeder,
of uw Willy, die u morgenochtend door een barbaarse slavenhandelaar zou ontrukt worden, indien ge de man had gezien en gehoord had dat de papieren getekend en overgegeven waren, en gij niet meer tijd had om te vluchten dan van middernacht tot aan de ochtend, hoe snel zoudt gij dan kunnen gaan? Hoeveel mijlen zoudt gij dan kunnen afleggen in die weinige uren? Met de lieveling aan uw borst, met het slapende hoofdje op uw schouder, met de zachte armpjes vertrouwelijk om uw hals. Want het kind sliep. In het eerst hadden onrust en verwondering het wakker gehouden. Maar zijn moeder stuitte zo haastig ieder woord of geluid en verzekerde hem zo dat zij hem zeker zou redden als hij zich maar stilhield. Dat hij zich ook stil om haar hals klemde. En toen hij gevoelde dat hij in slaap zou vallen, alleen maar vroeg: moeder, ik behoef niet wakker te blijven, niet waar? Nee, mijn lieveling, slaap maar als gij moet. Maar moeder, als ik ga slapen, zult gij hem mij niet laten krijgen? Nee, zo helpe mij God, antwoordde de moeder, met bleke wangen en een helder licht in hare ogen. Gij weet dat zeker, niet waar, moeder? Jazeker, antwoordde de moeder, met een stem waarvan zij zelve schrikte, want zij scheen van een geest in haar binnenste te komen die haar niet toebehoorde. En het knaapje liet zijn vermoeid hoofd op haar schouder zakken en viel in slaap. Hoe scheen de aanraking van die armpjes, hoe scheen de zachte ademhaling die haar in de hals blies, vuur en kracht aan haar bewegingen te geven. Het was met elke zachte aanraking en beweging van het slapend kind alsof elektrische stromen van kracht haar werden ingestort. Verheven is de heerschappij van de geest over het lichaam, die voor een tijd het vlees onoverwinnelijk kan maken en de spieren spannen als staal, zodat de zwakke zo sterk worden. De zomen van hoeve, bos en plantsoen zweefden haar schemerend voorbij. En steeds ging zij voort, het ene gemeenzame voorwerp na het andere achter zich latende, en toefde niet en rustte niet, totdat het aanbrekende daglicht haar ver van elke gemeenzaam voorwerp op de open weg vond. Zij was dikwijls met hare meesteres op een bezoek bij betrekkingen in het dorpje T aan de Ohio geweest en kende de weg wel. Daarheen te gaan en over de Ohio te komen waren de eerste haastige trekken van het plan hare vlucht geweest. Verder kon zij alleen op God vertrouwen. Toen zich paarden en rijtuigen op de weg begonnen te vertonen, begreep zij met die levendigheid van bevatting die aan een staat van buitengemene opgewondenheid eigen is en naar eene soort van ingeving gelijkt, dat haar haastige tred en verwilderd voorkomen opmerkzaamheid en achterdocht konden wekken. Zij zette dus haar kind op de grond, bracht hare kleding wat in orde en stapte toen weder voort. Zo snel als zij meende te kunnen doen, zonder aandacht te trekken. In haar pakje had zij een kleine voorraad van koekjes en appelen, welke zij gebruikte om haar kind meer spoed te doen maken. Dikwijls liet zij een appel een eind vooruit rollen, en dan liep de kleine uit alle macht om hem te krijgen. Deze list, dikwijls herhaald, bracht hem menige halve mijl ver. Na een poos kwamen zij aan een dicht bosje, waardoor een heldere beek murmelde. Daar het kind over honger en dorst klaagde,
klom zij er mede over het staketsel en zich achter een grote rots neerzettende, die hen voor voorbijgangers op de weg verborg, gaf zij hem een ontbijt uit haar pakje. Het knaapje was verwonderd en bedroefd dat zij niet eten kon. En toen hij, zijn armpjes om haar hals slaande, haar een stuk van zijn koekje in de mond poogde te stoppen, was het haar alsof keelkramp haar zou doen stikken. Nee, Harry, moeder kan niet eten tot gij veilig zijt. Wij moeten voort, voort tot wij aan de rivier komen. En zij snelde met hem naar de weg en dwong zich daar wederom bedaard en geregeld voort te stappen. Zij was mijlen ver elke plaats voorbij waar zij persoonlijk bekend was. Als zij nog bij toeval iemand mocht ontmoeten die haar kende, dacht zij dat de algemeen bekende goedheid der familie strekken zou om alle achterdocht van haar af te wenden. Daar het iedereen onwaarschijnlijk moest voorkomen dat zij gevlucht zou zijn. Daar zij ook zo blank was, dat men haar niet zonder haar opmerkzaam aan te zien voor eene kleurlinge kon herkennen, en haar kind insgelijks, was het des te gemakkelijker voor haar om onopgemerkt te blijven. Hierop vertrouwende ging zij tegen de middag eene nette boerenwoning binnen om te rusten en eten voor zichzelf en haar kind te bekomen. Want daar het gevaar met de afstand kleiner werd, nam ook de overmatige spanning haar zenuwen af en voelde zij zowel vermoeienis als honger. De vrouw, die vriendelijk en spraakzaam was, scheen wel in haar schik te zijn dat er iemand wat met haar kwam praten en geloofde zonder enige navraag Eliza's opgaaf dat zij een eind ver ging om eene week bij vrienden door te brengen. Hetgeen zij in haar hart wenste dat waarheid mocht zijn. Een uur voor het ondergaan der zon kwam zij aan het dorp T bij de Ohio, vermoeid en met pijnlijke voeten, maar nog krachtig van hart. Haar eerste blik was de rivier, die gelijk de Jordaan en het Kanaan der vrijheid aan de overkant stroomde. Het was in het begin der lente en de rivier was gezwollen en onstuimig. Grote brokken ijs dreven heen en weder op het troebele water. Door de bijzondere vorm van de oever aan de zijde van Kentucky, waar het land met eene bocht ver in het water uitstak, was het ijs daar in grote hoeveelheid opgehouden en vastgezet. En het nauwe kanaal dat om die bocht heen liep, was insgelijks vol ijs, zodat de op elkander gestapelde schotsen een slagboom vormden, waartegen het afdrijvende ijs stuitte, dat als een groot, golvend vlot de hele rivier vulde en zich bijna van de ene oever tot de andere uitstrekte. Eliza stond voor een ogenblik deze ongunstige staat van zaken aan te zien, welke, zoals zij terstond begreep, een gewone veerboot het oversteken moest beletten, en keerde zich toen naar een kleine herberg op de oever om enige navraag te doen. De waardin, die bij het vuur bezig was met koken en bakken, keerde zich met een vork in de hand om, toen Eliza's zachte, klagende stem haar in haar werk stoorde. Wat is er? Zeide zij. Is er tegenwoordig geen veerschuit of boot om iemand naar F over te zetten? Vroeg Eliza. Wel nee, antwoordde de vrouw. Al de boten hebben opgehouden met varen. Eliza's blik van schrik en teleurstelling trof de vrouw, en zij zeide vragend, misschien moest gij zelf over. Iemand ziek? Ge schijnt zo angstig te zijn. Ik heb een kind dat heel gevaarlijk is, antwoordde Eliza. Ik wist er niets van voor gisteravond
en ben vandaag een heel eind gegaan, in de hoop om nog aan het veer te komen. Wel, dat is ongelukkig, zeide de vrouw, wier moederlijk gevoel terstond ontwaakte. Ik heb waarlijk met u te doen. Salomon, riep zij uit het venster naar een achtergebouwtje, een man met een lederen schootsvel en zeer morsige handen kwam aan de deur. Zeg eens, Sam, hervatte de vrouw, gaat die man vanavond die vaten niet overbrengen? Hij zeide dat hij het beproeven zou. Als het maar enigszins te wagen was, antwoordde de man. Er is een man hier, die vanavond met enig goed over zou gaan, als hij het durfde doen. Dat is een lieve kleine jongen, voegde de vrouw erbij, en bood hem een koekje aan. Maar het kind, geheel afgemat, schreide van vermoeienis. Arme kleine, hij is het lopen niet gewend, en ik heb hem zo gehaast, zeide Eliza. Wel, breng hem in deze kamer, zeide de vrouw, een kamertje openende waarin een goed bed stond. Eliza legde het vermoeide kind daarop neer en hield zijn handjes in de hare, totdat hij in slaap was. Voor haar was er geen rust. De gedachte aan de vervolger joeg haar voort. En met verlangende ogen staarde zij op de gezwollen stroom, die tussen haar en de vrijheid golfde. Hier moeten wij voor een ogenblik afscheid van haar nemen, om naar hare vervolgers terug te keren. Hoewel mevrouw Shelby beloofd had dat er haast met de maaltijd zou gemaakt worden, bleek het echter weldra, gelijk meermalen is gebleken, dat haast niet altijd spoed is. Hoewel het gebod ten aanhoren van Haley werd gegeven en door tenminste een half dozijn kleine boden naar de keuken overgebracht, scheen tante Chloe toch niet gezind om enige spoed te maken. Zij bromde slechts wat, wierp haar hoofd in de nek en ging met buitengewone omslachtigheid en langzaamheid haar gang. Een of andere bijzondere reden scheen tot een algemene verbeelding onder de bediende aanleiding te hebben gegeven, dat mevrouw zich niet meer boos zou maken over enige talm. En het was verbazend welk een getal van kleine ongelukken er samenliep om de maaltijd te vertragen. Een lomperd stiet de sauspan om, en toen moest er met zorgvuldigheid weder nieuwe saus gemaakt worden, die tante Chloe met hardnekkige oplettendheid mengde en roerde, terwijl zij ieder die van haast sprak ten antwoord gaf dat zij geen klonterige saus op tafel zou zetten, om wie het ook wezen mocht te helpen vangen. Een helper deed een val met het water en moest naar de bron gaan om meer te halen. Een ander smeet de boter als een hinderpaal in de loop der gebeurtenissen om, en van tijd tot tijd werd er grinnikend bericht in de keuken gebracht dat meneer Haley machtig onrustig was en onmogelijk op zijn stoel kon blijven zitten, maar telkens naar de vensters en de veranda wandelde. Dat heeft hij ervoor, zeide tante Chloe met verontwaardiging. Hij zal wel eens nog onrustiger worden als hij zijn leven niet betert. Zijn meester zal hem laten halen, en dan zullen wij zien hoe het hem gaan zal. Hij zal naar de plaats ter pijniging gaan, zonder missen, zei de kleine Jake. Dat verdient hij, zei de tante Chloe strak. Hij heeft menig hart gebroken. Ik zeg u allen, vervolgde zij, zich omkerende, met een opgeheven vork in de hand, het is zoals de jonge heer George in de openbaring las. Zielen roepende onder het altaar, roepende tot de Heer om wraak over de zulken. En eens zal de Heer hen horen, dat zal hij. Tante Chloe
die in de keuken in groot aanzien stond, werd met open monden aangehoord. En daar de maaltijd nu eindelijk was opgedischt, had iedereen tijd om naar haar te luisteren en met haar te praten. Zulke kerels zullen voor eeuwig branden, zullen ze niet, zeide Andy. Of ik blij zal zijn, als ik het zie, liet kleine Jake hierop volgen. Kinderen, riep een stem, die allen deed schrikken. Het was oom Tom, die binnen was gekomen en bij de deur naar het gesprek stond te luisteren. Kinderen, herhaalde hij, ik weet dat gij niet weet wat gij zegt. Voor eeuwig is een schrikkend woord, kinderen. Het is ontzettend om eraan te denken. Gij moet dat nooit een menselijk wezen toewensen. Wij zouden het niemand dan de zielendrijvers, zeide Andy. Niemand kan het laten het hun toe te wensen. Zij zijn zo ontzaglijk goddeloos. Roep de natuur zelf geen wraak over hen, zeide tante Chloe. Rukken zij niet de zuigeling van de moederborst en verkopen hem en de kleine kinderen die zich schreiend aan hare kleren vasthouden? Rukken zij ze niet los en verkopen ze? Rukken zij niet man en vrouw van elkander, vervolgde zij, en begon te schreien, al moest het hun ook het leven kosten. En voelen zij iets van dat alles? Drinken en roken zij niet? En nemen zij het niet heel licht op? O, als de duivel hen niet krijgt, waar is hij dan goed voor? En tante Chloe bedekte haar gezicht met haar geruite voorschot en begon in goede ernst te snikken. Bid voor degenen die u geweld aandoen, zegt het boek, zeide oom Tom. Voor hen bidden, zeide tante Chloe. O, dat is al te hard. Ik kan niet voor hen bidden. Dat is de natuur, Chloe, en de natuur is sterk, antwoordde Tom. Maar de genade des Heeren is sterker. Bovendien, gij moest bedenken in welk een ontzettende staat de ziel van een arm schepsel is, dat zulke dingen doet. Gij moest God danken dat gij niet aan hem gelijk zijt, Chloe. Ik ben zeker dat ik mij liever 10.000 maal zou laten verkopen dan dat alles te verantwoorden te hebben wat dat arme schepsel heeft. Ik ook, veel liever, zeide Jake. Gij ook niet, Andy? Andy haalde zijn schouders op. Ik ben blij dat de meester vanmorgen niet is heengegaan, zoals hij voornemens was, zeide Tom. Dat zou mij meer verdriet gedaan hebben dan het verkopen. Misschien zou het natuurlijk voor hem zijn geweest. Maar het zou bitter hard voor mij geweest zijn, die hem van kind af gekend heb. Maar ik heb meester gezien, en nu begin ik enigszins met de wil des Heeren verzoend te worden. Meester kon zich niet anders helpen. Hij heeft wel gedaan, maar ik vrees dat de zaken in de war zullen lopen als ik wegga. Men kan niet verwachten dat meester overal zal rondkijken, zoals ik deed, om alles in orde te houden. De jongens willen wel, maar zij zijn machtig zorgeloos. Dat kwelt mij. Hier liet de schel zich horen en werd Tom in de voorkamer geroepen. Tom, zeide de meester vriendelijk, ik wilde u kennis geven dat ik deze heer eene schriftelijke belofte heb gegeven om $1000 te verbeuren als gij niet gereed zijt, wanneer hij u hebben wil. Hij gaat vandaag naar zijn andere zaken zien, en gij kunt deze dag voor uzelf hebben. Ga nu waar gij wilt, mijn jongen. Dank u, meester, zeide Tom. En pas op, zeide de handelaar nu, en fop uw meester niet met uw negerstreken.
want ik zal elke cent van hem halen als gij er niet zijt. Als hij naar mij luisterde, zou hij u niet vertrouwen. Ge zijt zo glad als alen. Meester, zeide Tom, en richtte zich recht op. Ik was juist 8 jaren oud, toen de oude mevrouw u in mijn armen legde, en gij waart toen nog geen jaar oud. Daar, zeide zij, Tom, dat moet uw jonge meester zijn. Pas goed op hem, zeide zij. En nu vraag ik u, meester, heb ik ooit mijn woord gebroken, of iets tot uw nadeel gedaan, vooral sedert ik een christen ben geworden? Mr. Shelby was diep getroffen, en de tranen kwamen hem in de ogen. Mijn goede jongen, antwoordde hij, de Heer weet dat gij niets anders dan de waarheid zegt, en als ik in staat was om anders te doen, zou de gehele wereld u niet van mij kopen. En zo zeker als ik eene christinne ben, zeide mevrouw Shelby, zult gij losgemaakt worden. Zodra ik op enerlei wijs de middelen kan bijeenbrengen. Meneer, vervolgde zij tot Haley, let wel op aan wie gij hem verkoopt en laat het mij weten. Och, wel ja, wat dat aangaat, antwoordde de handelaar, misschien breng ik hem over een jaar terug. Niet eens veel versleten en verhandel hem weer. Dan zal ik met u handelen en het tot uw voordeel maken, zeide mevrouw Shelby. Het is mij natuurlijk hetzelfde, liet de handelaar hierop volgen. Ik breng ze even lief de rivier op als de rivier af, als ik maar goede zaken maak. Al wat ik zoek is bestaan, weet ge, mevrouw, en dat is wat wij allen zoeken, denk ik. Mr. Shelby en zijn vrouw voelden zich beide gekrenkt en vernederd door de onbeschaamde gemeenzaamheid van de handelaar. Maar beide begrepen ook de volstrekte noodzakelijkheid om hun gevoel te bedwingen. Hoe langgeestiger en gevoellozer hij zich toonde, des te groter werd mevrouw Shelby's angst dat het hem gelukken zou Eliza en haar kind te achterhalen, en des te groter natuurlijk haar verlangen om hem door allerlei vrouwelijke kunstgrepen op te houden. Zij glimlachte dus vriendelijk, gaf hem zoveel mogelijk gelijk, praatte gemeenzaam met hem en deed al wat zij kon om hem de tijd ongemerkt te doen omgaan. Tegen 2 uren brachten Sam en Andy de paarden voor, naar het scheen slechts verfrist en versterkt door het hollen van die ochtend. Sam had door een goed maal insgelijks nieuwe krachten gekregen en was geheel ijver en gedienstigheid. Toen Haley naderde, pochte hij tegen Andy in een bloemrijke stijl op de ontwijfelbaar goede uitslag der onderneming. Nu zij er maar eens toekwamen. Uw meester, geloof ik, houdt geen honden, zeide Haley, toen hij gereed was om op te stijgen. Bij troepen, antwoordde Sam, zegepralende. Daar is Bruno, dat is een bullebak. En bovendien houdt bijna elke neger van ons een hond van de ene of andere soort. Poeh, zeide Haley, en hij zeide nog iets anders van die honden, waarop Sam mompelde, ik zie niet in waar het toe dient, om ze zo te vervloeken. Maar uw meester houdt geen honden, ik weet haast wel zeker van nee, om negers op te sporen. Sam wist zeer wel wat hij meende, maar bleef zeer ernstig en dom onnozel kijken. Onze honden hebben allemaal een fijne reuk. Ik denk dat ze wel van de soort zullen zijn, al zijn ze nooit gedresseerd. Ze lopen haast naar alles waar men ze op afstuurt. Hier, Bruno, riep hij,
en floot tegelijk de logge Newfoundlander, die met plompe sprongen naar hem toe kwam. Laat ze hangen, zeide Haley, opstijgende. Kom aan, te paard maar. Sam sprong te paard, en terwijl hij dit deed, trok hij een gezicht tegen Andy, waarop deze in een luide lach uitbarstte, tot grote verontwaardiging van Haley, die een slag met zijn karwats naar hem deed. Ik ben verbaasd over u, Andy, zeide Sam met strakke ernst. Het is een ernstig werk, Andy. Gij moet er de gek niet mee steken. Dit is de manier niet om meneer te helpen. Ik zal de rechte weg naar de rivier nemen, zeide Haley beslissend, toen zij op de grenzen van het landgoed waren gekomen. Ik ken de manier van die weglopers wel. Zij willen allen maar naar de overkant. Zeker, zeide Sam, dat is het idee. Meneer Haley heeft de spijker vlak op de kop geslagen. Maar er zijn twee wegen naar de rivier. De landweg en de tolweg. Welk van die twee denkt meneer te nemen? Andy keek Sam onnozel aan, zeer verwonderd over deze nieuwe ontdekking, maar bevestigde toch dadelijk het gezegde door een nadrukkelijke herhaling. Omdat, zeide Sam, ik haast zou denken dat Lizzie de landweg genomen heeft, die het minst begaan en bereden wordt. Haley, hoewel slim genoeg om altijd streken te vermoeden, liet zich toch door deze redenering enigszins tot hetzelfde gevoel bewegen. Als gij maar zulke vervloekte leugenaars niet waart, zeide hij twijfelende, na een ogenblik te hebben nagedacht. De peinzende toon waarop dit gezegd werd, scheen Andy bijzonder te vermaken. Hij bleef wat achter en schudde zo dat hij gevaar liep om van zijn paard te vallen, terwijl Sams gezicht onverzettelijk ernstig bleef. Natuurlijk, zeide Sam, meneer kan doen wat hij het liefst wil en de tolweg nemen, als hij dat het beste vindt. Het is ons hetzelfde. Als ik er beter over denk, vind ik ook de tolweg het beste. Zij moest natuurlijk de eenzame weg kiezen, zeide Haley, hardop denkende, zonder op het gezegde van Sam te letten. Daar is geen zeggen van, liet Sam hierop volgen. Die meiden zijn zo wonderlijk. Ze doen nooit iets dat men denkt dat zij zullen doen, maar meestal vlak contrarie. Meiden zijn natuurlijk contrarie. En dus, als gij denkt dat zij de ene weg gegaan zijn, is het beter de andere te nemen, en dan kunt gij er vast op aan dat gij ze vindt. Nu is mijn gedachte dat Lizzie de landweg heeft genomen, en dus houd ik het voor beter de tolweg te nemen. Deze diepzinnige bespiegeling over de aard der vrouwelijke sekse scheen Haley niet bijzonder voor de tolweg in te nemen. Hij gaf zijn stellig besluit te kennen om de andere weg te kiezen en vroeg Sam wanneer zij daar aankwamen. Een beetje verder, antwoordde Sam, en gaf tevens Andy een wenk met het oog dat niet aan Haley's kant was. Maar ik heb nu over de zaak gedacht, vervolgde hij zeer ernstig, en ben vast van mening dat wij die weg niet moeten gaan. Ik ben die weg nooit geweest. Het is er schrikkelijk eenzaam en wij zouden wel kunnen verdwalen. Onze lieve Heer alleen weet waar wij zouden terechtkomen. Ik zal toch die weg nemen, zeide Haley. Nu ik eraan denk, geloof ik dat ik heb horen zeggen dat die weg bij de beek en verderop afgeheind en gesloten is. Is het zo niet, Andy? Andy was er niet zeker van. Hij had maar alleen van die weg horen spreken, maar was er nooit over geweest. Kortom, hij wilde zich niet compromitteren. Haley, gewoon om de waarschijnlijkheid te berekenen tussen logens van meerdere en mindere grootte,
meende dat de landweg toch de voorkeur verdiende. Het was onwillekeurig, gelijk hij meende opgemerkt te hebben, dat Sam er het eerst van had gesproken. En zijn verwarde poging tot afrading schreef hij aan een wanhopig liegen toe. Toen de neger zich bedacht had en ongenegen was om Eliza te helpen vatten. Toen Sam dus de bedoelde weg aanwees, sloeg Haley die driftig in, door de twee negers gevolgd. De weg nu was inderdaad een oude weg, die vroeger tot aan de rivier had doorgelopen, maar sedert het aanleggen van de nieuwe tolweg verlaten was. Omtrent een uur rijdens ver was hij open, maar dan werd hij door de schuttingen van verscheidene hoeven doorsneden. Sam wist dit zeer wel, en de weg was reeds zo lang gesloten geweest, dat Andy er nooit van had horen spreken. Hij reed dus met een gezicht vol ootmoedige onderdanigheid mede, en bromde slechts tussen beiden dat de weg machtig ongelijk was en heel slecht voor Jerry's poot. Ik zal u eens wat zeggen, zeide Haley. Ik weet wel wat ge wilt, maar ge zult mij met al dat geklaag niet van deze weg afbrengen. Zwijg dus maar stil. Om zijn ijver te tonen, hield Sam zich alsof hij steeds scherp uitkeek. Nu riep hij dat hij op een hoogte in de verte een vrouwenhoed zag. Dan vroeg hij Andy of dat Lizzy niet was, daar beneden in de diepte. En telkens deed hij die uitroepingen op een ruwe en rotsige plek van de weg, waar het versnellen van de draf gevaarlijk en vermoeiend moest wezen, zodat Haley in gedurige onrust bleef. Nadat zij omtrent een uur lang aldus hadden gereden, draafde de troep eensklaps in eene diepte afdalende de werf eene grote boerderij op. Er was niemand te zien, daar al de arbeiders op het veld waren. Maar een schuur die dwars over de weg stond, deed duidelijk blijken dat de tocht in deze richting hiervoor goed gestuit werd. Heb ik dat meneer niet gezegd, zeide Sam, op een toon alsof hij zeer verongelijkt was. Hoe kan een vreemd heer denken dat hij meer van het land zal weten dan iemand die er geboren is? Gij schelm, zeide Haley, dat hebt gij wel geweten. Heb ik u niet gezegd dat ik het wist, toen gij mij niet woudt geloven? Ik heb meneer gezegd dat de weg afgezet en gesloten was, en dat ik niet dacht dat wij er door zouden kunnen. En die heeft het gehoord. Dit was al te waar om het tegen te spreken. En de ongelukkige Haley moest zijn gramschap verkroppen zo goed hij kon. Zij keerden terug en sloegen de gewone grote weg in. Ten gevolge van al dat oponthoud was het bijna een uur nadat Eliza haar kind in de dorpsherberg te slapen had gelegd, toen de troep het dorp kwam inrijden. Eliza stond voor het venster naar een andere kant uit te zien, toen Sam met zijn scherpe ogen haar ontdekte. Haley en Andy waren enige schreden achter. Op dit ogenblik wist Sam zijn hoed te laten afwaaien en deed daarbij een luide, eigenaardige uitroep die haar deed schrikken. Zij trad achteruit en de gehele troep reed het venster voorbij naar de voordeur. Duizendvoudige kracht scheen Eliza in dat ene ogenblik te worden ingestort. Hare kamer kwam met een zijdeur op de rivier uit. Ze greep haar kind en vloog de trap af naar de waterkant. De handelaar zag juist een zweem van haar toen zij achter de hoge kant verdween. Ogenblikkelijk wierp hij zich van zijn paard en Sam en Andy te hulp roepende zette hij haar na, gelijk een hond
een stuk wild. In dat bedwelmende ogenblik schenen hare voeten de grond nauwelijks te raken. In een ogenblik was zij aan de waterkant. Vlak achter haar kwamen zij aan, en met eene kracht begaafd, welke God alleen aan wanhopigen geeft, deed zij met een wilde schreeuw een geweldige sprong, die haar over de opene strook water langs de oever op het ijsvlot bracht. Het was een wanhopige sprong, niet mogelijk dan alleen voor de razernij der wanhoop. Haley, Sam en Andy gaven onwillekeurig een schreeuw en staken de handen op toen zij het waagstuk zagen. De grote groene ijsschots kantelde en kraakte toen zij erop neerkwam, maar zij toefde geen ogenblik. Met nog een wilder geschreeuw sprong zij op een andere, al verder en verder, struikelende, springende, uitgeleidende en weder opvliegende. Hare schoenen bleven steken, hare kousen werden haar van de voeten gereten, haar bloed tekende elke voetstap, maar zij zag niets, voelde niets, totdat zij flauw, als in een droom, de grond van Ohio onderscheidde en een man zag, die haar de hand reikte om haar op de oever te helpen. Ge zijt een knappe meid, wie ge ook wezen moogt, zeide de man met een vloek. Eliza herkende de stem en het gezicht van de eigenaar eener hoever, niet ver van haar oude woning. O, meneer Sims, red mij toch, verberg mij, riep zij uit. Wat is dat? Zeide de man. Waarachtig, als dat geen meid van Shelby is. Mijn kind, dit jongetje, hij heeft hem verkocht. Daar is zijn meester, zeide zij naar de overkant wijzende. O, meneer Sims, gij hebt ook een jongetje. Dat heb ik, zeide de man, terwijl hij haar ruw, maar vriendelijk, tegen de steile kant optrok. Bovendien, ge zijt eene meid die hart heeft. Ik houd van courage, waar ik die ook zie. Toen zij boven op de kant gekomen waren, bleef de man staan. Ik zou gaarne iets voor u doen, zeide hij, maar ik kan u nergens brengen. Het beste wat ik doen kan, is u te zeggen dat gij daarheen gaat, vervolgde hij, naar een groot wit huis wijzende, dat een eind van het dorp op zichzelf stond. Ga daar, dat zijn goede lieden. Er is geen soort van gevaar of zij zullen u helpen. Zij zijn aan dat alles gewoon. De Heere zegene u, zeide Eliza ernstig. Toch niet, antwoordde de man. Wat ik gedaan heb, heeft niets te beduiden. En o, meneer, gij zult het toch zeker niemand zeggen. Loop naar de dondermeid. Waar houdt gij iemand voor? Wel, natuurlijk niet, antwoordde de man. Kom, ga nu heen als een knappe, verstandige meid die gij zijt. Gij hebt uw vrijheid verdiend, en wat mij betreft, zult gij ze hebben. Zij sloot haar kind in haar armen en ging snel en met vaste schreden heen. De man bleef haar staan nakijken. Shelby zal dit misschien niet heel buurmanachtig gedaan vinden, maar wat zal iemand doen als hij ene van mijn meiden in dezelfde nood vindt? Laat hij het dan vrij ook zo maken. Ik ben nooit in staat geweest om wat voor schepsel het ook wezen mocht te zien vluchten voor zijn leven, hijgende en zwoegende, met de honden achteraan en het dan tegen te houden. Buitendien, ik zie geen enkele verplichting voor mij om voor andere jager een vanger te wezen. Zo sprak de arme heidense Kentuckier, die niet in de constitutionele burgerplichten onderwezen was.
en zich dus liet verlokken om enigszins op een christelijke manier te handelen, hetgeen hij, als hij beter opgevoed en meer verlicht was geweest, niet had mogen doen. Haley had met stomme verbazing naar dit toneel staan staren, totdat Eliza achter de hoge kant verdween. Toen keerde hij zich naar Sam en Andy met een verwonderend vragende blik. Dat was tamelijk knap gedaan, zeide Sam. De meid heeft 7 duivels in haar lijf, geloof ik, zeide Haley. Zij sprong als een wilde kat. Wel, hervatte Sam, zijn hoofd krabbende, ik hoop dat meneer het ons niet kwalijk nemen zal, als wij die weg niet proberen. Ik geloof niet dat ik er courage genoeg toe heb. En Sam liet een schor gelach horen. Lacht gij nog? Snauwde de handelaar. God zegen u, meester. Ik kon het niet laten, antwoordde Sam en gaf zijn langgesmoorde opgetogenheid lucht. Zij maakte zulk een wonderlijke vertoning, daar wippende en springende over dat krakende ijs. En het horen ervan, plomp, krik, krak, plis, plas. Hé, wat ging dat? En Sam en Andy lachten, dat hun de tranen over de wangen rolden. Ik zal u wel anders leren lachen, zeide de handelaar, en sloeg naar hun hoofden met zijn karwats. Beide bukten, liepen schreeuwende en joelende de oever op, en waren te paard eer hij hen bereikte. Goedenavond, meester, zeide Sam zeer ernstig. Ik geloof vast dat mevrouw ongerust over Jerry zal wezen. Meneer